It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag spelen we potje 10 damage op de map Metro. En ik ga spelen met een van de laagste scorestreaks in deze game. Namelijk met de HC, XC, UAV en de Dart. We gaan gewoon kijken of we daarmee lekker kunnen gaan. Ik speel ook met de Psycho Yeses Specialist. Omdat ik alleen die nog moet doen voor de Hero. Want ik heb al de 6 kills met de Sight in één potje gehaald. Dan moet je 6 keer 6 kills met een Sight in een potje halen. En dat mag gewoon over verschillende potjes natuurlijk. En die heb ik dus nu. Dus dat lichaam heb ik al. Dus ik moet nou alleen nog het hoofd. En dan heb ik de Reaper al. Hero. Maar we spelen dus met de Cuda. Met de Long Barrel en Extended Mac. En natuurlijk een mooie Diamond Camo erop. En zoals ik al zei. HCXD. UAV. En de Dart. Ik heb serieus nog nooit met de Dart gespeeld. Dus ik weet niet hoe ik hem moet gaan gebruiken. Daar komen we wel achter. We moeten het eerst even zien te halen natuurlijk, dat is wel logisch. Dat is altijd wel logisch met de streaks. Dat je eerst eventjes moet halen, voordat je ze überhaupt kan gebruiken. Want je hebt in dit spel, zoals je weet, geen support streaks. Dus je moet ze allemaal in één leven halen. Dat je... Kijk, dat bedoel ik dus, ik ben dood. Maar in Advanced Warfare had je dus nog dat je streaks aan kon passen. Dus bijvoorbeeld extra time erop, waardoor ze steeds hoger werden. Dat heb je niet in deze game. Waar ik ook best wel blij mee ben. Oké, ik heb nu mijn... Oh, ik zit vast. Ik heb nu mijn Psycho Yeses. Wat dit doet, dan krijg je gewoon 3 klonen. Natuurlijk, waardoor je moeilijker te vinden bent. En tijdens dat ik die klonen aan heb, moet ik dus een kill maken. En dat moet ik dus 4 keer in een potje doen. En dan heb ik dat hoofdje unlocked. Kijk, dat is dus 1. Dat is dus 2. Dan heb ik mijn HCXD al binnen. Je krijgt ook extra punten natuurlijk als je... kills maak met het ding. En dat was het. Let's go. UAV ready for tasking. Bijna al mijn schiet, alleen mijn dart nog. Dus ik moet nog 50 punten hebben. Maar die heb ik nu ook. Oké, let's go. Dan gaan we eventjes hierheen. Dan gaan we even hier liggen. En dan gooien we mijn dart de lucht in. Bam. Even kijken. Ik heb geen idee hoe dit ding werkt. Oké. Dat is dus al lekker dit. Ik loop dus gewoon vol. Bam in een boom. Nou, dat kan allemaal. Oké. Mijn HCXD weet ik gelukkig wel hoe ik die moet besturen. Die heb ik een paar keer al gebruikt. Zonder. Dit ding. Bam. Daar heb ik kill mee. Oké. Nu hebben we weer de Psycho Yeses streak zullen zien. Dus die kallen we gewoon in. Maken we even een kill daarmee. Nog een kill. En hopelijk nog een kill. Let's go. En nog een kill. Mooi zo. Dat moet natuurlijk. Oh, en ik ben nog even snel dood gegaan. Ik had bijna weer een nieuwe. Nieuwe dart natuurlijk. Maar er zijn gewoon eigenlijk unlimited streaks die je haalt. Omdat ze zo weinig kills zijn. En als je een beetje goed bent, kan je ze natuurlijk halen. Kijk, we gaan heel mooi onder de trein. Dan halen we 1 kill ermee. Ik dacht wel even een dubbel kill kon zijn, maar dat was niet zo. Jammer genoeg. Maar ja. We moeten even weer onze dart halen. Om te kijken hoe dat ding nou werkt. Want net. Oeh. Net vloog ik dus. Jullie zagen heel mooi. Tegen een boom aan. Dus dat moeten we nu even niet meer doen. Dus. Even concentreren. Om dus nog even deze streaks binnen te halen. Het zijn 18 om 2 dit moment. Dus. Lekker potje dit. En de Cuda is gewoon nog steeds mijn favoriete wapen. Vandaag ook nog een video met de Vespa online. Weet ik wel natuurlijk. Oké, ik heb weer de HCXD. Ik heb ook weer mijn Psycho Yeses. Let's go. Ik heb even die gozer uitgeschakeld met zijn annihilator. Ik kan niet nog een paar kills meer pakken. Oké, ga even hier staan. Dan roep ik mijn HCXD in. Kijken of ik hier even een kill mee kan slepen. Oh, ben ik blij dat ik niet al af laat gaan. Dat wou ik wel doen namelijk. Bam. Niemand in deze lobby gebruikt geloof ik flak jacket. Dat is nog mooier. Oké, ik heb mijn dart weer. Hoe werkt dit ding? Chess, wat ben je voor retard?
What the fuck? Ik ben zo retard. Holy shit. Dat is niet normaal meer. Er zit iemand achter me met een site. Ik hoorde hem equippen. Dus ik loop even via hier. Om hem even uit te schakelen. Oh my god. Deze turn houden. Ik zal het wel even laten zien naar het potje hoe de hero eruit ziet, et cetera. Ik denk dat de meeste van jullie het wel kennen, maar... Alsnog doe ik het wel eventjes voor jullie. Er zit er nog één, er zit er nog één. Got you. Oké. Oh, let's go, double kill. Woep, woep. Zo kan het ook. Oké, hey, sexy erin. Oh, hij wel flex jacket. Oh, ik had bijna geturnd. Wat? We stonden gewoon 30-2, jongens. We staan 30-3 op dit moment. Jongens, dit bewijst dus dat je niet altijd hoge streak nodig hebt om een goed potje neer te zetten, zoals jullie zagen. We spelen dus met de HCXT of HCXT, de UAV en de dart. Wat natuurlijk gewoon, ja, gewoon alle kills achter elkaar zijn. Eigenlijk kan ook nog met een care package spelen, want die is zelfs nog minder... kills. Maar dit is dus het poppetje. Je ziet al dat ik het hero lichaam heb. Je ziet niet heel veel verschil dus met het hoofdje. Alleen het hoofdje glimt iets minder. En dat zien jullie wel gauw genoeg. Als ik die ook heb gehaald. Want ik ga natuurlijk gewoon nog al die poppetjes proberen goud te maken. Maar jongens, super bedankt voor het kijken in deze video. Vergeet nog niet de video's die vandaag nog online komen te checken natuurlijk. Gisteren had ik een planningsfout gemaakt. Dat kan natuurlijk iedereen gebeuren. Ik bedank jullie voor het kijken. En tot straks jongens. Doei!